Wat is dat hier? Wow. Vage kennisjes, vandaag spelen we soldaatje. Zoals jullie kunnen zien heb ik achter mij al een onschuldige schietoefening gehouden. Aan jullie om de brand zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Daarvoor krijgen jullie een blusvliegtuig ter beschikking. Ik kan helemaal niet vliegen. Geen paniek, jullie krijgen eerst een korte introductie. Maar let goed op, want jullie tijd is beperkt. En veel succes. Is dit dan de cockpit? Of? Nee, dit is het les. Ja, meneer de stewardess, voor mijn cola en dan zak nootjes. Als... Nee, je vergis zich. Ja, ten eerste ben ik een man en ten tweede zitten we hier gewoon... Zeg, vliegen? Dat is super gevaarlijk. Lennart, dit is geen vliegtuig. Dit is een leslokaal op de grond. Ja, dan moet ik daar rieken of wat? Jullie lestijd zit erop. Jullie hebben vast veel bijgeleerd. Jullie mogen eraan beginnen. Ik zal met jullie in contact staan via de controletoren. Maar ik ken hier niks van. Luchtverkeersleider Gilles, speaking. Ook bij deze opdracht zitten er uiteraard verkoolde eddertjes onder het gras. En wegens besparingen bij het leger van Gilles is het water... Ja, volgens mij is dat de hendel voor de waterzak. Een vervangen door droogrest. Oh, nee. En om nog meer te besparen op het leger van Gilles, zet ik eventjes alles uit. Oeh. Is die hem zot of wat? En om te besparen op hondenbrokken, smijt we Isidore in de motor. Oh nee, Isidore! Is hij dood? Wow. Shit, de motor staat in de fik. Ding dong, beste passagiers, het vliegtuig is kapot. De opdracht is gefaald. 500 hectare kostbaar natuurgebied is in vlammen opgegaan. Kosten 12 miljoen euro onmiddellijk te betalen. Cash of Payconic. Vanuit de groepspot. Dat doet mij trouwens denken aan een andere pot die gekke betalingen uitvoert. Sihame El Kakapipi. We staan hier in het Urban Center. En voor volgende opdracht spelen jullie kansarme jongeren die nog een laatste workshop facturen vervalsen komen. De facturen hangen her en der in het centrum. Maar pas op, want het gevaar loert om elke hoek. Oh, een lulletje erbij. Vlaamke is hier de kustlijnig. Hoe is het daar? Over. Ja, niet goed. Bart de Wever stuurt een audit op jullie af. Zal ik even jullie boekhouding mogen inkijken alsjeblieft? Niks ervan. Pas op, een controlearts. Hallo, ik ben dokter de Maasdal. Ik wil rest nodig. Dat is even rest nodig. Pas op, daar is daar een kapper. Die gaan mij wringend een knipper nodig. Van al die stress krijgt hij gesmeed op hun chef. Ja, dat is nu wel waar. Laat ze maar door. Dat ziet er niet uit. Opdracht geslaagd. Sihame krijgt 600.000 euro. En dat bedrag wordt nog eens verdubbeld. Door de Antwerpse gemeenteraad. Jullie! Gilles verdient een centje bij. Hey, wat jullie iets hebben? Een pakje bruin, een pakje witte. Iets van weg te blijven, iets van te gaan slapen. Gilles heeft alles. En Gilles ondervindt technische problemen. Deze week nemen we afscheid van... Oei, nog eens proberen. Maar allee, dat staat op QWERTY. Ja, laat me. Ik zal het wel gewoon zeggen. Jasmin, trap het af. En Lot, jij hebt het moeilijk? Alleen dat zijn traantjes van blijdschap, die gebruik ik altijd met een shampoo. Jasmin? Vergeet je pinnemuts niet. Oké. Je kabouterfamilie zal blij zijn je terug te zien. Stap maar in de kaboutertaxi. Breng haar maar naar Kabouterstraat 100 in Sprookjesbos. Hey ho, daar gaat de auto. Dat rijmt. Once.